Dat we komen van het jaar komen we nog met een paar singeltjes. Nog drie, als het goed is. En dan volgend jaar komen we weer met een album. Tjonge, jongen, je gaat niet stilzitten of wel? Nee, dat kan ik sowieso niet. Ik hou van lekker bezig zijn en muziek is sowieso mijn ding. En dat houdt in niet stilzitten en gewoon gas erop. De huidige single heet? Dit is zo'n dag. En de meeste mensen hadden er een beetje problemen mee. Want ze dachten van, joh, is dat Rudy? Ja, het is Rudy, alleen het is anders. Maar wel leuk. En waarom anders? Ja, nou ja, weet ik niet. Ik bedoel, de ondertoon is gewoon hetgene wat de mensen van mij gewend zijn. Alleen op een of andere manier komt het nummer wat rustiger over als dat de mensen gewend zijn. Maar ja, het is en blijft gewoon een leuk gezellig feestnummer. Dus dit is zo'n dag. Volwassenen weet ik niet. Ik bedoel, dit nummer kwam toevallig op mijn pad en het sprak me aan. En we zijn ermee aan de gang gegaan. Een keer uitstapje naar Manfred Jongenelers in plaats van Harold Queens. En dat is goed bevallen. En we zijn inmiddels alweer met de nieuwe bezig. Maar ik denk dat dit is zo'n dag op het moment heel erg lekker loopt. Dus, hoeveel nummers moet je nog voor het album schrijven? Ik denk dat we er nog, buiten de singles die van het jaar uiteraard gaan komen, dan doen we er nog een stuk of 10 bij. En dan hebben we wel weer een albumpje vol.